Hallo allemaal, mijn naam is Wesley Smits. Je luistert naar een nieuw item op KWO. We live the story. In deze editie luisteren we naar een verhaal uit april 1987. Het betreft het verhaal van de vangst van de megakarpen van Chef van Hoven op Le Lac de Saint-Cachin. Met deze vangst was Chef de eerste Nederlander die erin slaagde een karpen van meer dan 30 kilo te vangen. Het verhaal is lang geleden al beschreven, maar Chef neemt ons mee terug naar dat historisch moment en vertelt in eigen bewoording het verhaal van deze brute vangst. Dat het een verhaal is wat langer duurt dan alleen een drill van een vis, wordt meer dan duidelijk in zijn verhaal. Het verhaal van mijn topvis op Cachin, dat begint met een proloog in het vroege voorjaar van 1987. Ik was op een van de voorjaarsmeetings in België. En daar zag ik foto's van een gigantische karper, gevangen door de Engelsman Kevin Ellis op Lac de Saint-Cachin. Ik was echt zwaar onder de indruk. Zo ongelooflijk groot was die vis. Zo'n bijzondere afmeting. In de weken daarna nam die karper me helemaal in zijn bezit. Ik was er echt elke dag mee bezig. Ik droomde er s'nachts van. Zo intens dat ik er soms balend in het zweet van wakker werd. En het gebeurde zoveel en zo vaak dat ik tot de overtuiging kwam, ik ga die vis vangen. Ik wist zeker, ik ga die vis vangen. Ik heb dat destijds ook verschillende malen aan vrienden verteld aan het water. Van ik ga die vis vangen en je snapt het, hilariteit alom. Iedereen lachte me uit. En normaal gesproken ben ik helemaal geen zweverig type. En heb ik helemaal geen binding met het bovennatuurlijke. Maar dit was zo intens, ik wist zeker dat ik hem zou gaan vangen. We kozen bewust voor een sessie eind april, begin mei. Dat had een reden, want het jaar daarvoor, in 1986, hadden we de eerste week in mei gevist. En we zagen trekkende vis richting het paaigebied achter in de Westarm. Dus we besloten dezelfde periode van het jaar te gaan, een strategische stek te zoeken met het doel om trekkende vis op te vangen. En hopen dat het weer inderdaad voldoende mooi en warm zou zijn dat die vis ging trekken. Aan het begin van de Westarm vonden we ook een perfecte plaats. Een groot plateau met een lange pier eraan. En die pier, daar kwamen twee geulen op uit. Eén vanuit de Noordarm, één vanuit de Zuidarm. Als de vis zou gaan trekken en die geulen zou volgen, dan moesten ze wel de pier en het plateau bereiken en er overheen komen. En met drie Engelse man konden we de hele lengte van het plateau en de pier konden we bestrijken. Perfecte val hadden we gecreëerd. We visten daar met een soort mega snowman. Dat waren twee of drie 18 mm boilies met een pop-up boilie erbovenop. En dan creëerde je zo een lange staart. Niet omdat het een snowman was, maar in die tijd dachten we dat we op die manier een kreeft zouden imiteren. En die kreeften waren het normale dieet van die vissen. Die pop-ups die maakten we door dezelfde mix een beetje aan te lengen met wat extra melkeiwit en een snuifje bakpoeder en op lage temperatuur in de oven te bakken. En zo ontstond er een prachtig mooie pop-up boilie met kleine luchtkamertjes binnenin. De tweede dag op de stek kregen we de eerste beten. Het begon met een paar kleine vissen en 's middags kreeg ik een tetter van de run op een van mijn hengels. Ik sprong naar mijn hengel, belandde op een puntige steen en klapte volledig door mijn enkel. Ik ben echt schreeuwend van de pijn met de hengel in mijn hand de boot ingekropen, heb de vis afgedrild en het werd nog een geweldige vis ook, een 39 ponder, een prachtige vis, ongelooflijk hardvechtend, een personal best en ik lag daar in die boot te janken van de pijn en dan ligt er werkelijk zo'n schat in het net. Terug op de kant schrok ik me wezenloos. Mijn enkel was zo dik als een tennisbal. Ik had een bloeduitstorting die mijn voet tot in de tenen zwart kleurde. En ik dacht, Jezus man, ik heb mijn voet gebroken. Dat wordt het ziekenhuis. Maar ik wilde niet naar het ziekenhuis. Ik wilde niet. Ik voelde dat er die dag wat ging gebeuren. Dus ik heb tegen Henk gezegd, ik ga niet. Wat ik doe is, ik probeer het zelf op te lossen. Ik heb een rol verband om mijn voet gezwarteld. Ik heb mijn schoen voorzichtig aangedaan. En ik stak elk half uur mijn voet met schoen en al in het water om op die manier de pijn wat te verminderen.
En zo ben ik de dag doorgekomen en zo ben ik blijven zitten. Een aantal uren later kreeg ik weer een beet, op dezelfde hengel. Ik strompelde naar de boot met mijn dikke poot. Rolde de boot in met de hengel in mijn hand en de lijn viel slap. Fuck, dacht ik. Vis verspeeld. Maar gelukkig, de lijn strekte zich weer. En er volgde een ongelooflijk logge, trage tril. Net of dat er een zak zand aan mijn hengel hing. Na verloop van tijd rolde de vis voor de eerste keer een behoorlijk eind van de boot af. En Henk zag het meteen. Chef, het is zo. Je hebt de vis van Alice. Het is hem. Nou, ik was werkelijk flabbergasted. De vis die wekenlang in mijn geest zat, die wekenlang in mijn hoofd zat, die hing er werkelijk aan. En ik wist meteen, dit gaat niet fout. De vis heb ik uit kunnen drillen, de vis ging in het netje mee en we vaarden naar de kant. Volledig in trance. De ontlading was mega. Echt, het was een schreeuw over het water. Ik denk dat heel Frankrijk het gehoord heeft. Het wegen en het meten van de vis, dat gebeurde in dezelfde roes. De afmetingen waren enorm. 33,7 kilo, 108 centimeter in lengte, 102 centimeter in omvang. Ik was echt helemaal van de kaart. De hele nacht heb ik op een stoeltje gezeten, met mijn poot in het water, een bakje koffie in de hand, sigaretje in de andere hand en zo heb ik de nacht doorgebracht, in een roes. De volgende ochtend werd het eigenlijk nog erger. Bij daglicht zagen we de echte afmetingen van de vis. En bij het fotograferen schrok ik elke keer maar weer. Ik kon het beest nauwelijks tillen. En vergeet niet, in die tijd was een 30 ponder een grote vis. Een 40 ponder was een unicum. En dan in één keer een vis van deze afmetingen. Het was werkelijk niet te geloven. De karper van mijn leven. De karper die alles bepalend zou zijn voor mijn verdere verloop en bekendheid als karpervisser. De karper die voor altijd mijn naam aan het Lac de Saint-Cassien zou koppelen. Dit alles speelde zich af op 30 april 1987. Terwijl heel Nederland Koninginnedag vierde, vierde ik mijn feestje in Frankrijk. Mijn feestje met de Franse koningin op Nederlandse Koninginnedag. Alles op een rijtje zettend kun je niets anders dan concluderen, het moest zo zijn, het was voorbestemd. Zet het maar eens op een rijtje. De wekenlange dromen over die vis, het gevoel dat ik hem zeker zou gaan vangen, het oplopen van een bijna gebroken poot, het blijven zitten aan het water omdat je voelde dat er wat ging gebeuren en dan dezelfde dag die vis die zo in mijn hoofd zat, het moest zo zijn. Achteraf bleek dat mijn enkel niet gebroken was, maar zwaar verstuikt. Zo zwaar verstuikt dat tot op de dag van vandaag, 27 jaar later, mijn enkelbanden verzwakt zijn. En ik steeds moet opletten dat ik mijn enkel niet weer verstuik bij elke oneffenheid in de bodem. In elk geval kun je zeggen dat dat een blijvend aandenken is geweest aan deze vis.